Goedemiddag, dames en heren. U kijkt naar Omroep Friesland. Na jarenlange strijd tussen boeren- en milieuactivisten is ook het laatste deel van de zeedijken van het Friese vasteland officieel op deltahoogte. Het gaat om het dijkvak Holwert-Zwarte Haan in het noorden van Friesland. Boeren wilden hier 4000 hectare buitendijks land bedijken, maar onder aanvoering van de Waddenvereniging werd de dijkgrens steeds verder landinwaarts gelegd en werd uiteindelijk de oude, bestaande dijk opgehoogd. Afgelopen week werd het werk officieel opgeleverd. Veel bewolking en een periode met regen. Later op de dag in het Waddengebied mogelijk westerstorm. Waarschuwingen voor de scheepvaart. Vlissingen, Hoek van Holland en Muiden, Rotterdam en IJsselmeer. Zuidwest en west 8. Texel, zuidwest en west 8. Hier het noordwesten warm krijgt van het oude. Voor de kustgebied komt dan ik heeg wetter te steen en de golf ligt ik in volgens op de Noordzee in het watergebied zo'n 8 meter verder. En dat betekent dat het niet dus gevaar. Dat is aardmoot, Ruud. Dat wie Friesa hagen in de zeeboer vertostiftende, antrosterende in een goldene hoop, weer over al Friesland leed. De dijk is klaar. Net om heel Friesland staat de Oud-Friese tekst haar, maar de Friezen binnen veilig. Want goed 40 jaar na de wettersneedramp van 1953, die de aanleiding vormen voor het ambitieuze Deltaplan, is ik het politiek zwier bevochten tracé Holwert-Zwarte Wanne op hechten. Het is een zogenaamde groene dijk worden. Een dijk die de grens tussen landbouw en natuurbelang op een nij definieerde. Een dijk die het midden in het landbouw waard. Ingenieur Leo Philipsen van het wetterschip Friesland had van jongetje Jin zegt al de leading hand bij het verhegen van de Friese dieken. Philipsen was binnen in Middelburg, dat er als jongen van 18 jaar tjoegen weer van de ramp van 53. Ik zou die avond ook uitgaan, maar het stormde zo geweldig dat wij zagen er vanaf. Want dat was een geweldige storm. Dus in die zin begrepen wij de andere morgen toen die bericht over de radio hoorde. Ja, dat was ook niet mis. Die gehele nacht gierde de storm en brulden de golven. Die gehele nacht werkte men zo goed en zo kwaad als dat ging in het licht van koplampen van auto's om de bedreigde dijken te houden en te voorkomen dat nieuwe polders waarin honderden mensen woonden zouden onderlopen. Soms lukte het, maar meestal lukte het niet. En dan stortte zich een nieuwe vloedgolf op honderden bewoners en duizenden stuks vee. Men kon ze dan niet eens meer waarschuwen. De gevolgen van de storm binnen rampzalig. Zowat 1800 mensen kwamen om in de golven. En duizenden verleerden alles wat ze hierden. Je ging naar je meldde je aan of je kon helpen, maar er was zo'n geweldige toeloop. Dat was niet nodig. Het was, de aannemers gingen dat dus doen. Maar ik weet wel, op het moment van de ramp zelf, er werden zandzakken gedropt met vliegtuigen midden in Middelburg op het grote plein voor het stadhuis. En iedereen was betrokken natuurlijk bij het gebeuren. En elke dag weer las je van mensen die gered waren, die nog op de daken zaten. Ja, het was een soort oorlogstoestand als daar. Ik moet erbij vertellen, ik studeerde toen weg- en waterbouw in Goes, het Zeeuws Technisch Instituut. En een van onze medescholieren die is daar gebleven, die is ook nooit meer teruggevonden. En dat was eigenlijk de grootste schok voor ons. Dat je medeleerling die kwam niet meer terug, die was verdronken. Maar je las de krant, want elke dag werd er weer gepubliceerd van de mensen die verdronken waren. Er werden de namen gepubliceerd. Hij is nooit meer teruggevonden, tot de dag van vandaag.
1954, ik was dus hier niet, in 1954, dat was een jaar na de ramp, is hier de waterstand op het hoogste punt geweest, 3,67 meter. Toen is dus het water bij Surrege, Oude Diek kwamen, tussen Surrege en Haans. En er was zoveel water over de dijk op dat moment, dat de binnenkant van de berm, die is toen in de dijk zwaard geschoven. Zoveel kwam er toen overheen, ja, maar geen dijkdoorbraak. Vlak bij de afsluitdijk, ingeklemd tussen de nieuwe vierbaansweg naar Leeuwarden en een zeedijk, ligt het dorpje Zurich in Friesland. Tijdens de hevige januaristormen van dit jaar werden in de basaltglooiing van de dijk, direct langs de waterlijn, twee grote gaten geslagen. In 1976 hebben we daar wel op de dijk bij Zurich een gat in de dijk gehad, maar dat was in de basaltbekleding. Dat je net geslingerd. Nee, daar heeft toen de gemeenschap wel een hoop tamtam over gemaakt. We zijn ook op de televisie geweest bij de VARA, achter het nieuws herinner ik me. En de burgers die waren emotioneel, maar op zich was er totaal geen gevaar. In het plaatselijke hotel, tevens café, wordt met de Berenburger op tafel de toestand van de dijk uitvoerig besproken. Nou, ik woon hier 16 jaar in Zurich, maar we hebben nu angst met die gaten in de dijk. Want ja, de eerste, de beste noordwestenstorm, dan zijn wij, hebben wij angst. Ik heb een rubberboot boven. Het had ook te maken met het feit dat in Surrege toen een aantal steenzetters woonachtig waren. En die daar dachten dus die dijk te kunnen repareren onmiddellijk. En wij hebben dat laten liggen met een noodbestorting. En dat gaf een beetje emotie. De heren van het waterschap zeggen in de eerste 2 jaar krijgen we geen storm. Nou, dat kunnen ze toch nooit weten. Dat is flauwekul. De afsluitdijk kunnen we niet op. En daar gaat balk en alles, is levensgevaarlijk. We kunnen niet richting Harringen, want dan verzuipen we ook. We kunnen niet het achterland in, dus we moeten doen. In de bomen klimmen van het kerkhof, kan we niet in. De stenen zijn zo vertrokken, binnen een kwartier, met een storm hoor. En wat zou er dan gebeuren? Hoeveel zou er dan onderlopen? Nou, dat hebben wij uitgerekend. Dat was ongeveer Heerenveen gepasseerd. Hoeveel vierkante kilometer is, weet ik niet. Maar wel half Friesland. Ik heb van deskundigen van de eilanden hebben me opgebeld. En die hebben tegen mij gezegd. Nadema, zet dit door. Desnood op de televisie. Ik weet wel met de heer Nadema. Dat was dus de voorzitter van Dorpsbelangen toen. Meen ik. Daar hadden we ook een werkrelatie mee. Hij werkte ook wel aan de dijk. Daar hebben we toen wel discussies over gehad. Die mensen voelden zich inderdaad bedreigd. Die moesten ook echt uitleggen. Luister. Daar is wel een stukje schade, maar de bezwijkkans van die dijk die was totaal niet aanwezig. Het was schade en die moet je repareren. Alleen in de winter repareren, als het noodzakelijk is, doe je dat. Maar als het niet noodzakelijk is, leg je een noodverband aan. En dat was afdoende. Maar dat heeft dus tot vragen in de Tweede Kamer geleid. En dat konden we maar netjes beantwoorden. Maar je moest die emotie wel indammen. Je moest dat wel onderbouwen van dat er echt geen gevaar was. Als een noodwind komt, een harde storm. En stel je voor dat er dan ook nog springtij is in die tijd, in die storm, dan zitten we hier levensgevaarlijk. Bij Aitse besluit waren er een asfaltdijk online bij Zurich en kwamen de steenzetters er net aan te pas. Een stukje verderop, tussen Zwarte Wanne en Holwert, kregen de dikke bouwers maar volslaan oren emoties te maken. Hier zou het opkomend besef dat we voorzichtiger met de natuur omspringen moeten, voor het eerst een wichtige rol speelde bij de discussie over de verswering van de dieken. Dat het oorspronkelijke plan uit de jaren 60 om het Wadam naar het Ameland te bouwen en er tussen het water in te polderen het net helle, werd te verwachten. Maar het aanleggen van een dik om de 4000 hectare kweldegebied wie een grensgeval, dat het zinstelde belangen van natuur en landbouw hield iets scherper stelde. Nou, dat is een turbulente periode geweest. Ik moet zeggen, dat heeft 17 jaar geduurd. In 1972 dacht ik, kan mijn jaar vergissen, 73. Ik meen 72 kwam de heer Eringa, de gedeputeerde van Waterstadzaken van de provincie Friesland. Die kwam in mijn kamer binnen en die zei, nou, er moeten plannen ontwikkeld worden voor de bedijking van dat buitendijksgebied. Daar zijn we toen mee begonnen. Ik zal dat maar allemaal niet aanhalen. Het komt hierop neer. 17 jaar lang hebben we allerlei bedijkingsvarianten meegemaakt. Plan A, dat was dus de basisvariant, dat is de dijk waar we nu staan. Daar werden alle kosten mee vergeleken.
de meerkosten ten opzichte van deze dijk. We hebben toen plan B gehad, B1, B2, B-accent, B1,5, C, C teruggetrokken, D. Kortom, 19 varianten hebben we uitgerekend. En daar zijn in de loop der tijd weer varianten opgekomen. Qua type dijkbouw, of het een totaalgroene dijk aan de rand van de zee moest zijn of niet. Of er nog een asfaltbekleding op moest gedeeltelijk, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is een zeer turbulente. 30 jaar zijn we bezig geweest met de dijkvouwing en 17 jaar daarvan, dus meer dan de helft, hebben we ons moeten bezighouden van of we nou wel of niet mochten bedijken. NCRV's Hier en Nu formuleren het probleem destijds zo. De Wadden, een onvervangbaar natuurgebied. Uniek in de wereld vanwege zijn bijzondere functie als kraamkamer voor de zeedieren en als broed- en rustplaats voor talloze, soms bijna uitgestorven vogels. Maar desondanks een gebied dat nog constant wordt bedreigd. Door vervuiling, overvloedige bemesting, toerisme, maar vooral ook door de niet te onderdrukken neiging van de Nederlander steeds weer in zijn heroïsche strijd tegen de zee stukken land op het water te veroveren. Dit is een van die gebieden waar Rijkswaterstaat een oogje op heeft. De buitendijkse gronden van Noordwest-Friesland. In de aardrijkskundeboekjes zijn ze bekend als landaanwinningswerken, waar via een eenvoudig maar doeltreffend systeem het aangevoerde slip van de Waddenzee tot bezinken wordt gebracht en zo steeds meer land ontstaat. Deze jonge gronden, kwelders genoemd, zouden zich uitstekend lenen voor de landbouw. Maar intussen hebben de zeevogels er een belangrijke broed- en voedselplaats gevonden. In de jaren 30, toen de werkloosheid op zijn hoogtepunt was, werd een begin gemaakt met de landaanwinning. Duizenden werklozen werden door de dienst uitvoering werken verplicht het slik ingestuurd om daar steeds meer land op de zee te winnen. Toen de werkloosheid voorbij was, zette Rijkswaterstaat die landaanwinning een tijdje met machines door, tot zij in de jaren 60 begon te twijfelen aan het rendement van al die grond en besloot de nieuwe ontstaande grond alleen nog maar te onderhouden en niet verder meer land aan te winnen. Trouwens, Actua ging nog verder waarom in de geschiedenis. Met de aanleg van de nieuwe polder is een proces beëindigd dat al 800 jaar geleden is begonnen. Na 1200 werd de slurf van de Middelzee stukje bij beetje ingepolderd. Na 1500 vormde zich pas de huidige kustlijn. De laatste polders dateren van rond 1750. Met de nieuwe polder is de kustlijn geheel strak getrokken. Jaren, tientallen jaren is men bezig geweest met daadwerkelijke landaanwinning. En nu het moment daar is om dus die landaanwinning af te sluiten via een nieuwe dijk eromheen. Zeggen wij, dat zou verschrikkelijk zonde zijn wanneer men dat moment niet benut. Bovendien moet in het kader van de Deltawet dus de bestaande zeewering op deltahoogte gebracht worden. Wel nu, dan is daar, dachten wij, het geschikte moment om niet de oude, lange, kromme zeedijk te verhogen, maar daar in de plaats een nieuwe zeedijk op deltahoogte te brengen rond deze landaanwinningswerk. De natuurmeesken winnen de likwals poer op tjen. Je zou bij inpoldering van dit gebied een onvervangbaar integrerend deel van het West-Europese Waddenzeegebied inpolderen. Waarom onvervangbaar? Het is vooral voor het vogelleven onvervangbaar. Waarom? Deze slikkige gronden, die voedselterreinen zijn voor een zout milieu gebonden vogelsoort, hebben maar een betrekkelijk heel klein deel van het Waddengebied tot hun beschikking. Dat ligt juist hier? En dat ligt juist hier, voor een deel. Maar de provincie Friesland weer net onder de indruk van soksoorten argumenten. Blik eens deze uitspraken van de doetietske deputière in jongetje 66. U moet het wel zien dat er een overgangstermijn nodig is om de vogels weer datgene te geven wat ze op dit moment hebben. Maar wat ze nu hebben is in wezen ook niet voor de vogels bedoeld geweest, is ook niet al zodanig aangelegd. Van begin af aan met de hele landaanwinning lag het in de bedoeling om land te maken, niet om de vogels een gebied te geven. Daarvoor is dit nooit bestemd geweest, maar het heeft een tussenbestemming, zo moet u het in de loop van de tijd zien, het heeft een tussenbestemming voor de vogels gekregen. De nieuwe polder wie namelijk voor de landbouw bedoeld. Die 4000 hectare die lijkt voor het grootste gedeelte uitermate geschikt voor de verbouw van aardappelen. En dan specifiek in dit klimaat, in het min of meer ruwe zeeklimaat wat in het noordwesten van Friesland dus overheersend is. Zeer geschikt voor de verbouw van pootaardappelen.
Dus het is voornamelijk een economisch belang dat u dat wilt? Kijk, de podadappelteelt die garandeert een uitgebreide werkgelegenheid. En het is juist die werkgelegenheid waarin vooral in Noordwest-Friesland, maar eigenlijk in heel Friesland, grote behoefte is. Net alle inwenders van de streek zitten lykwijls op zo'n werkgelegenheid te wachten. Blik is deze reportage in van gewest tot gewest. De teelt van aardappelen is buitengewoon milieuvijandig. Als ik u zou moeten opnoemen welk groot aantal pesticiden en landbouwgiften worden uitgestrooid over de aardappelvelden en worden gebruikt ter bestrijding van het onkruid. Dat is onvoorstelbaar. Het conflict om de dijk werd heel dit meer een conflict tussen bouwboeren en de waardvereniging. Het werd breed uitmetten door de landelijke actualiteitenrubrieken. Afgelopen woensdag vond in het Friese Leeuwarden een hoorzitting plaats waarop de tegenstanders van inpoldering voor de laatste keer hun bezwaren kenbaar maakten. Voorafgaande aan de hoorzitting gingen leden van de Waddenvereniging met een nagemaakte sleutel de beroemde scheve toren de Oldehoven binnen en heesen een vlag met een grote A erop die aanduidt... Om de leden van provinciale staten die op den duur een uitspraak moeten doen over de bestemming van de buitendijkse gronden nog eens te overtuigen van de landbouwbelangen, nam het comité dat voor inpoldering is de statenleden mee op een vliegtocht boven de landaanwinningswerken. De tocht werd mogelijk dankzij de financiële medewerking van het zakenleven, de middenstand en de boeren zelf. Tegen het vliegen boven het gebied kwamen vooral natuurbeschermers in het geweer. Door het vliegtuiglawaai zouden namelijk de duizenden vogels die op dat moment in het slik van de kwelders waren, nodeloos worden verstoord. En dat was volgens hen dubbel zo erg, omdat ze juist in de rui waren en in die periode weinig kunnen verdragen. Om dat belang nog eens te onderstrepen, bood de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee vandaag een wetenschappelijke studie aan de commissaris van de Koningin in Friesland. De conclusie van de Waddenvereniging, geen dijk om de kwelders. Bob Beens, die in de toekomst als statenlid moet meebeslissen daarover. We kunnen natuurlijk wel allerlei incidentele dingen gaan toestaan. Bijvoorbeeld deze bedijking, de toename van de recreatie en noem maar op. Het zijn allemaal sluipmethoden om het Waddengebied zoals het nu nog voor ligt, en het is al in een deplorabele staat hier en daar, zoals het er nu nog voor ligt, sluipsgewijze aan te tasten. Provinciale steden winnen bij actiebesluit voor inpoldering, maar het kabinet besleert oors. Pootaardappelen zijn mooi, maar de Waddenzee is mooier, van vannacht. En daarmee hellen de waardvereniging een eerste oewinning. Actualiteiten. Een jarenlange strijd in Friesland is besluchten. Het regeer wies namelijk inpoldering van 4000 hectare boetendiekse groen tussen Zwarte Haan en Holwert van de Hoorn. De ministerie had juster jonkezen van verheging van de bestaande sediek. Plan A dus, en daarmee is plan D van de baan. En Delta Diek, dwars door het Friese land, klerenbare onverstaan. De grens werd verlengd van de ranen van de Sliekwerken aan de ranen van de Simmerpolder. Van een echte inpoldering wie doe ik geen sprake meer. Het ging om boetendiekslaan, dat doe ik als skierprong. Maar ik een compromis waard net accepteren door de waardvereniging. De boeren in dit gebied zijn woedend op het voornemen van het kabinet. Maar ze zijn vooral kwaad op de landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee, die hardnekkig actie heeft gevoerd om de indijking tegen te gaan omwille van het milieu en de visserij. Een van hen, de boerin mevrouw Temme, ging zelfs zover dat ze de Waddenvereniging een rekening van maar liefst 13.000 gulden presenteerde vanwege de geleden schade. Die schade bestond uit 70 ooien en 2 dekrammen, allemaal verdronken. Dat gebeurde in een novembernacht in 1981, toen tijdens een plotseling opkomende noordwesterstorm het buitendijkse land onderliep en talloze schapen en hazen verdronken. En dat was niet de eerste keer. Op dezelfde manier hadden in de loop der jaren al honderden dieren de dood gevonden. De provincie steunt het indijkingsplan, met commissaris van de Koningin Wiegel voorop. Hij onderstreept het belang voor de werkgelegenheid en bestrijdt de argumenten van de Waddenvereniging. Nou, die argumenten kloppen niet, dus men kent of de zaken niet, maar dat kan ik me eigenlijk bij zo'n vereniging niet voorstellen. Of men probeert koet-ke-koet de eigen zin door te zetten. Dat is eigenlijk nog kwalijker.
Als je nou kijkt naar het huidige plan, dat is een compromisplan. In vergelijking met het eerste plan betekent dat dat er nauwelijks iets van de kwelders wordt ingepolderd. En wat wordt ingepolderd, het meeste deel daarvan, dat is gewoon land waarop gras groeit en waarop jongvee staat. Dus de visserij heeft sowieso geen enkele schade. En als je kijkt naar dat kweldergebied, dat inderdaad heel zorgvuldig bewaard moet worden, dat wordt ook niet aangetast door het compromis. Maar wat voor compromissen er ik betocht waren, ze hellen het net. En in jongetje 86 was definitief besloten om de besteende dijk te verhegen. Achternaai besjoen een goed besluit, zo vindt Philipsen nou. Ja, op dit moment wel, gelet op de stand van zaken, dat is toch de natuurontwikkeling, daar veel meer aandacht aan besteed wordt, het overschot aan landbouwareaal, dan zeg je de noodzaak om hier te bedijken met zo'n interessant gebied. Ik ben geen milieu- en landschapsdeskundige, maar als dus internationaal gezegd wordt dat dit een heel bijzonder gebied is, dan zeg ik, nou ja, het is een gelukomstandigheid dat we het uiteindelijk met elkaar hier in Friesland verloren hebben. Want zo beschouwen we het, we hebben het verloren. En zo kregen Friesland en ze neemden Griene Dijk, een geestdijk zonder beton of asfalt, om er midden in het landschap leidt. Gemiddeld twee keer in het jaar laat die nieuwe dijk zat van een dijk te verwachten valt, namelijk aan zee. Liek als een perifolien doet het wetter aan de krum van de aarde doen nog volle legere dijkstier. De grote vraag bij de discussie over de Griene Dijk weer dan ik, kan zo'n dijk een superstwarm trosteen? Ja, daar kon niemand een antwoord op geven op dat moment toen we met ontwerpen bezig waren, ook met de bedijkingsvarianten. Toen is het plan opgevat om daar proeven mee te doen in het waterloopkundig laboratorium. Een proef op ware schaal, dus echte grootte. Maar hoe doe je dat? Daar moet er een grasmat van komen. Nou, toen hebben we het plan opgevat om maar het eindresultaat te vertellen. Het kostte 1 miljoen gulden. Maar we hebben 37 zoden van 5 meter lang en 2,5 meter breed hebben van onze dijk gesneden. Die wogen per stuk ruim 11.000 kilo. Die hebben we in die goot gebouwd en we hebben die beproefd. Wel, wij bootsen een stormvloed na die maar een kans heeft van eens in de 4000 jaar dat die optreedt. Maar de Delta-commissie heeft na die dramatische stormvloed in 1953 gezegd, we moeten voldoende veiligheid hebben. Dat betekent dat ook die hele zware stormen die we nog nooit hebben gehad, ja, daar moeten onze dijken tegen bestand zijn. De verwachting was dat we schade zouden krijgen aan de grasmat. Het was opmerkelijk. We hebben daar, meen ik, 35 uur lang een superstorm opgezet. Dat wil zeggen, de belasting, de golfbelasting van de superstorm nagebootst. De windeffecten hebben we niet nagebootst. En hij bleef heel. We hebben toen wat kunstmatige beschadiging aangebracht. Om daarmee te bootsen, te simuleren. De beschadiging aan een trekker die misschien eerst een keer een spoor gereden heeft. Of onkruid, of mollengaten, of wat ook voor beschadiging, of drijfvuil. Dat resulteerde wel in schade. Na een aantal uren hadden we toch een gat van 10 vierkante meter en een halve meter diep. Dat heeft geleid tot een ontwerp, zoals we hier staan, van 1,5 meter klei. Nou, dat betekent dat je met een helling van 1 op 8 en 1 op 10 toch 12 tot 15 meter in de horizontale zin een gat moet hebben, wil je bij je zand komen. Nou, daaruit hebben we toen de conclusie getrokken dat je weliswaar schade aan deze dijk kunt krijgen bij een superstorm, bij een deltastorm, maar dat de dijk daardoor niet bezwijkt. En Saku in 1989, maar de aanleg begon worden. Je begint dus met de dijk eigenlijk, de bestaande te lage dijk, te ontmantelen. En daar bedoel ik dit mee. Je haalt er vanaf dus de duurzame materialen die je weer wil hergebruiken bij je nieuwe dijk. Dus als je een dijk met bezalt hebt, dan gebruik je dat bezalt weer. Dus je haalt de bezalt of de betonblokken eraf. Maar ook klei is een duurzaam materiaal. En de klei die gebruik je weer later voor de afdekking hier zo op de dijk. Dus wat doe je? Je graaft de klei uit die oude dijk. Die zet je in een dijk evenwijdig met de bestaande dijk. Want je hebt dat nodig omdat je tussen de oude dijk en de klei waar je een nieuw dijkje van gemaakt hebt, evenwijdig met de oude dijk, daartussen spuit je het zand op vanuit de Waddenzee. En met
bulldozers en dijkwerkers, afmakers, maak je daar het model in zand van je nieuwe dijk van. En dan graaf je dus die klei die je evenwijdig aan de oude dijk gezet hebt, die graaf je weer weg en het restant van de oude dijk. En dat gooi je over het zand en dan maak je een mooi model van deze nieuwe dijk van. En dat zaai je dan op de duur in. En dan in grote lijnen heb je je nieuwe dijk. De kosten van de goed 8 meter hege en 50 meter brede dijk wienen 5 miljoen gulden per kilometer. Maar daarmee luidt er dan ik een dijk die een stormtje in horen kan, die nevens de wetten van de kansberekening dus maar één keer in de 4000 dier voorkomen zal. Maar waarom krijgt die 4000 dier? Je kunt op een gegeven moment zeggen, ik verhoog de dijk nauwelijks. Dan bent u er zeker van, ik noem maar een voorbeeld, dat u één keer in de 100 jaar een dijkdoorbraak krijgt. Die schade die dan aan landerijen, woningen, fabrieken, auto's, bezittingen ontstaat, die moet u dan in 100 jaar aflossen, die economische schade. Nou, dat moet u afzetten tegen de kosten van de dijkverhoging. Maak je je dijk nog hoger, dan wordt die rampschade die je krijgt, die kun je over grotere jaren uitsmeren. En daar zit een omslagpunt in. En dat omslagpunt ligt hier, economisch gezien, voor Friesland en Zeeland bij één keer in de 4000 jaar. Centraal-Holland worden de dijken, de duinen verhoogd met een kansenverhoging één keer in de 10.000 jaar. De berekeningen van de Delta-commissie klopje lykwels net meer, omdat het klimaat veroren troch het zogenaamde broeikaseffect. En over de gevolgen daarvan voor het niveau van de zeespiegel rinden de meningen wit hoe vier uiteen. De uit Friesland afkomstige professor Pier Vellinga van de Vrije Universiteit van Amsterdam, we zegen hem jeder bij het waterloopkundig laboratorium in dit programma, hield als een van de wichtigste deskundigen op het meet van de stijging van de zeespiegel. Vellinga is op het heden voorzitter van de internationale VN-commissie voor dit soort zaken en had er zodanig een goed oorzicht van de verschillende meningen. De ene die zei van nou, een broeikaseffect is een warmere wereld. En een warmere wereld is ook een wietere wereld. Want er verdampt meer wetter. Dus valt er ik meer sneeuw. En dan valt er ik meer sneeuw op Groenland en op de noordelijke plakken. En dat bleef dan lezen. En dan kun je zeggen dat doordat er meer sneeuw op Groenland komt, de oceaan een beetje zakje zoer. En dat is ik voor een deel het geval. Aan de andere kant, warm wetter, dat zet uit. Dus daardoor komt die oceaan wat omheeg. En een warmere wereld is ik dat de gletsjers smelten in de Alpen. En dat zie je nu al met een rotgang komen. Daardoor komt er ik weer meer wetter. Dus de ene zegt het gaat wat naar onderen door die sneeuw op Groenland. En de oren zegt het komt omheeg. En je kunt pas echt wat zezen als je al die zaken bij elkaar nemen. En dan is men dat er wel oor is dat er toch 90% kans is dat er nou, wellicht een hele, misschien een hele meter bijkomt in de loop van de volgende 100 jaar. Wat volle slimmer is, dat troch ja, al uw activiteiten hier op aarde het hele klimaatsysteem in de war komt. Wat troch ik oceaanstromingen veroorzaken en stormbanen veroorzaken. En wat we ons eigenlijk helemaal net zien wapen niet kennen, is dat er dan ik in ons oren stormvloeden komen. En dat betekent dat ja, de dijk is nou clear. Er zit ik een redelijke veiligheidsmarge in, maar je moet altijd warbaar wezen, want het kan wezen dat de geleerden wordt zien in je zezen. Uw stormvloeden komen oors oer Nederland dan we tocht hebben. Dat kan mij vallen, maar dat kan ik zien vallen. En wat dat betreft, het lijkt het nou dat het die kleer is, maar misschien moeten we er oor 20 jaar weer mee aan de slag. Wat zoks ooit nog eens budgetten kind voor de Boetendijkse groen, is net duidelijk. Zat het nou lijkt, zal het Friese geer een pad van de kwelders oornemen. De grens lijkt het ermee definitief verlijn. Wat ooit online waard om de mensen te beschermen tegen de krachten van de natuur, wordt nu een gebied dat de natuur beschermen wordt tegen de mensen.